Het is de dag dat iedereen zichzelf kan zijn en zichzelf kan uiten, zoals mensen die bijvoorbeeld bi zijn of homoseksueel. Als de ene verliefd is op hetzelfde geslacht, dan moet je dat gewoon accepteren. We moeten een aandachtdagje geven aan degenen die homo of lesbisch zijn, dat ze wel normale dagen kunnen meemaken en niet haat naartoe kunnen krijgen. Op het Clusius College in Alkmaar hebben ze goed op deze dag ingespeeld. De hele kantine is paasversierd en iedereen weet wat er gaande is. Een goede zaak volgens de docenten. De leerlingen zijn allemaal bezig met hun identiteit. En nou, als je inderdaad ook weet wat er inderdaad allemaal is en wat voor smaken en kleurtjes er zijn, is dat inderdaad ook heel makkelijk. Je leert er inderdaad ook gewoon wel meer begrip voor elkaar te hebben. En daar gaat het ons om. Volgens de openlijk homoseksuele docent is het heel belangrijk om stil te staan bij deze Paarse Vrijdag. We zijn er nog steeds niet. En als je kijkt en de kranten leest, dan is inderdaad de zelfmoord onder jongeren met homoseksuele gevoelens beduidend hoger. En ook de leerlingen vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Goedemorgen, wil je een bandje? Ja hoor. Ik ben zelf geen homo, maar ik vind het wel een goede dag voor de mensen die dat wel zijn. Ze krijgen wel de aandacht ermee. Ik zeg altijd van, je bent wie je bent en je hoort wie je hoort te zijn. Ik heb een paar vrienden van mij die vallen op hetzelfde geslacht. En dat zijn mijn beste vrienden al heel lang. En daarom steun ik hen ook een beetje. Ik val zelf op meiden en jongens, ik ben biseksueel. Maar ik ben op vroegere schooljaar ben ik gepest. Maar dat interesseert mij niet, want ik blijf gewoon mezelf. En ja, ik ga voor niemand anders veranderen. Maakt niet uit hoe ze erover denken.